Ik wil gewoon... Jij wilt jou toch niet? Ja, daar zijn we weer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe bondgenoten. Welkom. Vandaag weer tijd voor een nieuw experiment in Apeldoorn. Ja. En Jentel, onze bondgenoten, vriendin, is er weer bij. Ja, wat gaan we nou doen? Jij zit op het station te wachten. Jij hebt een afspraak met een leeftijdsgenoot. Tenminste, dat denk je. Die ga je voor het eerst ontmoeten. Ja. Maar wie komt er nou uit de bus zetten? Dat is die Goorlap. Hoe niet of wel te reageren als je ziet dat iemand een afspraak heeft met een minderjarig meisje. En Jentel, jij mag vast gaan lopen. Oké. Want we gaan starten. Ja. Doei. En we gaan eerst oefenen. Oh ja. Benjamin, ik heb een bril meegenomen van thuis. Wat is dit voor slechte bril? Nou, is het niet te hip? Nu word ik echt een hele coole hier pedo. Hier word je niet. Niet mijn beste koep in tijden. In de jaren 40 is het meer. Ik heb een buurjongen gescalpeerd. Nee, ik heb een pruik bij me. Ja? Ik dacht, misschien kun jij deze pruik op. Nou, dit wordt toch heel... Dit wordt... Dit is toch heel fout? Ja, ik vind het is inderdaad zo vreselijk. Dit. Gadverdamme. Oké. Ik ga ook op mijn knieën nu al voor je. Hé, mooie meid. Je bent dus maatje. Ja. Het zou het natuurlijk wel nog mooier en beter maken, denk ik, als ik toch even een aanrakingje zou doen. Ja, ik zou eigenlijk, zo, al, eigenlijk al beginnen bij, hé, fijn lieve. Hé, mooie meid. Jij bent maatje, toch? Ja. Ik ben ook natuurlijk zelf ook wel zenuwachtig, want ik weet dat ik het fout doe, toch? Ik zou ook af en toe een beetje omheen kijken. Ga je anders met me mee naar mijn huis? Dan gaan we gewoon even lekker kletsen. Nou, eigenlijk wil ik niet mee. Ik wil weer kletsen. Ik wil weer kletsen. Klets, 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 klets. Jullie zijn klaar met repeteren, we gaan hem zo meteen doen. Vinden jullie het spannend? Ik kan me voorstellen dat ik het wel een beetje spannend vind. Nou, ik vind het wel een beetje spannend. Ja, wat vind je spannend? Nou, gewoon, ik weet niet hoe mensen gaan reageren en zo. Nee. Nou, het ziet er wel eng uit. Ja, vind ik ook, ja. Dankjewel, ja. Nou, laten we het snel gaan doen, dan zijn we er ook snel weer vanaf. En dan hopen we dat je niet zo meteen in het ziekenhuis ligt. Ja. Hey Maartje. Hoi. Hey, ik ben Stefan. Ben jij Stefan? Nou, maar even knuffel. Hey. Goed je te zien. Mooie meid ben je. Nou, voor mij de toch wel meest nare scène is begonnen. Ja, echt goor. Ja, nee, maar even serieus. Dit begin is al zo naar om te doen. Ik snap ook niet hoe je dan echt als man dit gewoon zou kunnen doen, dat je met een minderjarige gaat afspreken. Maar er zijn voldoende van dat soort creeps, dus misschien goed dat we er aandacht aan besteden. Goed om je te zien zo, in het echt. Ik dacht dat je net zo oud was als ik. Ja, ik ben iets ouder, maar dat maakt niet uit, hè. Hey. Dat maakt niet uit, we hebben gezellig gepraat, toch? Ja, maar ik wist niet dat je zo oud was. Nee, maar... Je bent gewoon een mooie meid en Mama zei dat ik alleen met leeftijdsgenoten op stap mocht. Ja, maar niet zo hard praten, hè? Ja, ik ben niet alleen. Wat? Wat gebeurt waar? Ja. Hoe oud ben jij? Hoezo? Wat zegt u? Ja? Nee. Ja, dit is wel interessant. Deze dames hebben het helemaal gevolgd. En op een gegeven moment vragen ze dus aan mij hoe oud ik ben. En roepen ze Jentel bij zich. Slimme oplossing. Dus we hadden afgesproken, toch? Ik woon daar in de buurt. Dus we kunnen nog wel gewoon daarheen zoals afgesproken. Ik durf niet. Hoezo niet? Ik wil niet. Gewoon even mee gezellig daarheen. Ja? Nee. Vind je het niet fijn? Ik dacht dat je net zo oud was als ik. Nou, maar ik ben... Ik,
Ik ben maar ietsje. Wat? Hij is. We hadden afgesproken. Ja. Ja, en ook hier weer. Dit meisje vraagt aan Jente om bij haar te komen. Want ja, je weet maar nooit wat ik nog van plan ben. Ja, wat is aan de hand? Hoezo? Ja, ik zeg gewoon wat er aan de hand is. Gewoon, we hebben een afspraak. Wat is het gewoon? Wie ben jij van haar? Nou, we hebben gewoon afgesproken. We hadden gewoon gechat en toen dacht ik dus dat hij net zo oud was als ik. Maar... Nee, maar iets... Hoe oud ben je dan? Ik ben iets ouder gewoon. Ja, wat is iets ouder? Doet dat ertoe? Ja, zij is 13. Even serieus, hoe oud ben jij? Dat maakt niet uit. Ja, jij bent duidelijk ouder dan 13. Nee, maar dat maakt niet uit. Dit maakt zeker wel uit. Ja, dat maakt zeker wel uit. Deze dames leggen even haarfijn uit dat het leeftijdsverschil niet oké is. Het maakt ook niet uit, want mama is er niet, hè? Snap je? Dus, en je bent oud genoeg om zelf dat te kunnen beslissen. Ja? Ja, hey? Maar... Je bent echt een mooie meid. Ja, dit is al heel cool wat deze jongen doet, want hij zoekt oogcontact met haar en vraagt of ze hulp nodig heeft. Lekkere tactiek, man. Zullen we samen anders... Ik woon verderop, hè? Dan kun je wel even mee. Luister, ze heeft er geen zin in, volgens mij. Dus je kan er beter gewoon met rust laten. Hoezo? Nou ja, dat heeft ze net... Ik heb net gevraagd of ze hulp nodig heeft. En ze knikt van ja, dus je kan beter gewoon opzouten. Ja, maar we hebben met elkaar leuke gesprekken gehad, toch? Ja. Nou, dat kan wel wezen. Maar dat kan voorheen geweest zijn, maar nu heeft ze geen zin in. Hoe oud ben jij? 13. En jij? Ik ben iets ouder gewoon. Hoe oud ben je? Ja, iets ouder. En dan ga je met de meid van 13 afspreken. Ben je maar gek? Hoezo? Is 13. We hebben gewoon goed contact. Gewoon goed contact. En ja. Hoe oud ben je? Iets ouder. Ik denk dat ik gewoon naar leeftijd was. Ja, maar... Ga weg. Nee, dat kon ik niet zeggen. Ga weg. Nee, want ik heb met haar afgesproken. Ja, zie je niet dat ze bang is? Je ziet dat ze niet wil. Je ziet toch dat ze niet wil? Nou, dit duo is heel lekker bezig, want ze staan op en maken mij heel duidelijk dat ik moet oprotten. Nee, maar wij hebben gewoon leuke gesprekken gehad. Minder jaren. Dat weet jij toch? 13 is minder jaren. Ja, maar als je gewoon leuke gesprekken hebt, wat maakt het uit? Maar wat wil je met haar plan? Gewoon afspreken. Ja, en dan? Ja, en dan niks. Gewoon praten. Oké, ik vind dat een beetje vaag. Ik vind dat niet kunnen hoor. Even tussendoor. De sociale experimenten blijven we gewoon doen, maar sinds kort maken we ook de nieuwe serie Hoe is het om? Waarin we allerlei ervaringen aangaan. Ah! Vorige week hebben we lachgas getest. Ah! Volgende week zijn we een dag dakloos. De mensen geloven dit denk ik niet eens. Check it. Ik woon heel dichtbij, dus dan kun je toch gewoon even mee. Ik wil niet mee. Deze dames zitten best wel op afstand, maar toch door de ongemakkelijke lichaamshouding van mij en Jentel krijgen ze toch door dat er iets niet in de haak is. Je kunt het gewoon zelf beslissen, dus het maakt echt niet uit. Ik wil niet. Ja, en hier zie je duidelijk dat ze even aan het wachten zijn, even de situatie aan het bespeuren. Moeten ze ingrijpen? Ja, dat doen ze. Kom. Nee. Hoezo niet? Sorry, ik wil niet mee. Hij wil dat ik met hem meegaan, maar ik wil niet mee. Hoezo? We willen toch niet meegaan? Hoezo? Ken je haar? Ja, we kennen elkaar. Hoe ken je haar? Kijk, ze is helemaal bang. Ja, we kennen elkaar. Hoe ken je haar? Alleen via chat. En hij zei dat hij net zo oud was als ik. Alleen hij is veel ouder. Ja, dat blijft zeggen. Nee, maar... Ja, nu er met de politie wordt gedreigd, besluit ik maar weg te gaan. Maar je staat er nog. Nee, maar in de video. Oh, ja. Maar we kennen elkaar, hè? Ja, luister, ga er niet aan zitten, anders kom ik ertussen staan. Nee, maar we kennen elkaar echt. Ja, oké, leuk. En ze gaat gewoon met mij... Nee. Maar je zei dat online wel, hè? Ja, nou ja. Maar ik dacht dat je net zo... Als ze niet wil, zal ik de politie bellen? Ik zou het doen, hoor. Nee, maar mevrouw, we hebben echt leuk contact gehad. Ja, maar als ze niet wil, wil ze niet. Ik ben zelf moeder met drie kinderen. Moet ik even de politie bellen, ga je niet weg. Ik kan hem niet laten. Nee, ik wil niet. Weg. Als ik wel niet, dan kan ik niet.
Ja, dit is ook wel weer mooi. Hier spreekt echt een fanatieke moeder die zoiets heeft van dit laat ik niet gebeuren. Nee. En dus jaagt ze me weg. Hoe oud bent je? Jij bent iets in 20? Ik ben iets ouder gewoon. Ja, iets ouder. Ja. Kijk, ze wil helemaal. Ze is helemaal bang. Ja, nou. Moet ik politie bellen? Nee, mijn zus is niet bang. Je zus is bang. Kijk, ze kan aan haar zien dat ze bang is. Als ze niet met jou wilt, dan wil ze niet. Nee. Dan loop je maar weg. Klaar. Ja, helder. Ik heb het natuurlijk anders voorgedaan. En als ze niet mee wil, wil ze gewoon niet mee. Kan ik erop dan? Nee, we hebben toch afgesproken. Doordat hij hier is? Nee, ze wil het niet. Ga weg dan. Hoezo? Ja, hij is kapot dan. Zij is 13. Hij wil met de... Ja, hoe oud ben je? Kijk maar naar hem. Hij is baalt. Hoe oud ben je? Ik ben iets ouder gewoon. Zeg gewoon je leeftijd. Nee. Wat doe je moeilijk? Zeg je leeftijd. Hoezo? Kanker op, want ik sta je echt. Ja, en dit is ook interessant. Deze twee jongens hebben opgevangen wat er een beetje aan de hand is. En die komen er ook maar voor de zekerheid even bij staan. Blijf kijken. Nee. Nou. Zeg maar. Ik denk dat je beter kan weggaan. Nee, want wij zouden afspreken, toch? Zelf ook gaan. Het is niet acceptabel. Maar ze kan toch gewoon... haar over je leeftijd. Maar ze kan toch gewoon met mij mee? Nee. Ik laat je sowieso niet met haar meegaan, hè? Maar we hebben gewoon afgesproken. Daar is echt niks mis mee. Ik denk dat je beter gewoon weg kan gaan. En haar met rust kan laten. Ik denk dat het voor iedereen beter is. Voor jou en sowieso voor haar. Wil je niet mee? Nee, ze wil het niet. Klaar. Dan is het zo klaar, toch? Ik zou er gewoon weglopen. Ja. Maar we hebben echt goed contact gehad online. Ja, maar als ze jou ziet en je bent jong ouder, ja, en ze is helemaal bang en ze wil niet met je mee, dan klaar. Dan ga je haar niet in de gevangenis vallen. Nee, dan ga je haar niet zo lastig vallen. Nee. Ik kan nu de politie bellen en dat helemaal uit. Nee, ik ga wel. Ik ga wel. Okay. En die wil in contact komen met haar. Ja, nu er met de politie wordt gedreigd, besluit ik maar weg te gaan. Vind je normaal met meisje van 13 te gaan? Wist je dat zij 13 is? Ja, want dat zij toch is van je leeftijd. Had ja. Je dat gezegd? Nou, ik dacht dat hij net zo oud was als ik. Ja, en... kanker op, jongen. Nee. Hij kan goed snikken. We gaan samen weg, toch? Ga weg. Samen weg? Ze zegt toch niet dat ze wilt niet? Ga weg. Ga nee. Weg, jongen. Ik wil gewoon... Zij wilt jou toch dan niet? Wat moet ik doen? Rustig. Ik ga weg, ja? Ik ga weg, dan. Echt een klap. Ja, echt hier, ja. Ik weet niet of je er iets van ziet, maar nee, ik denk het niet. Van, maar hij sloeg ook dus, hij sloeg best wel hard en ook de bril van mijn gezicht. Heb je last? Nee, maar ik voel het nog steeds hier wel een beetje hetig, zeg maar. Ja, en je was al hetig. Ja, ik was al wel hetig. Hey, Enkel? Nou, ja, heftig. Ja, ik snap wel dat, ja, kijk, geweld is natuurlijk nooit de oplossing. Geldt ook voor die pedo-jagers en zo, die natuurlijk echt daarna op zoek gaan. Dat gaat echt te ver. Dat gaat te ver. Maar ik snap zo'n tikje, denk ik van ja. Is een moment zelf, wil je gewoon echt het kwaad, en dat is nu inderdaad wat jij bent er nu bij, als jongere dame. Het kwaad moet je nu gewoon even weghalen uit de situatie. En dat ik werkt. Snap het ook wel. Nou ja, heel veel mensen vonden hier wel wat van. En terecht, ik denk dat het echt belangrijk is om bij zo'n situatie als deze echt wel in te grijpen. En dat deden de meesten gelukkig ook. Ja, zullen we mensen uit de situatie halen? Lijkt me wel handig, ja. Kom. Het is een sociaal experiment. Tegenwoordig zijn er heel veel van die oude gasten die afspreken met jongeren. Ja, echt serieus. Sorry. Sorry. Ja, jullie hebben het echt goed gedaan, jongens. Ik wou kanker. Ja, het is niet echt, jongens. Het is niet echt. Wat vonden jullie van deze situatie? Ik zag het heel vervelend. Ja, snap ik. Het is ook heftig. Daar is het. Jij pakte me wel goed aan, vriend. Wanneer dacht je van ik moet hiermee gaan zitten bemoeien? Nou, gelijk toen ik hoorde van hij ging haar aanraken. En toen ik hoorde dat de leeftijd veel was. Ja. Toen dacht ik al gelijk van nee. Ja, ik zag al een beetje kijken van ja, ik wil niet. En toen sprak ik hem aan van wat is aan de hand. Ja. En ze zei ja, ik denk dat hij van mijn leeftijd is. Ja. Andere leeftijd is. Ja. Maar ja. Even flabbergasted, ja. Ja, ik dacht het kan echt niet. Nee. Ze wil niet mee, dan wil ze niet mee. Klaar. Ga toch niet achter haar aan van kom mee. Ik dacht van ik moet baby voor je. Klaar. Ja. Ik kan niet gewoon stil blijven zitten. Nou, toen ze bleef nee zeggen, toen had ik zoiets van nou, ik werk zelf in de zorg. Oh ja. Ik denk, dit klopt niet. Ik ga een beetje luisteren. Toen vroeg ik wat aan de hand. Ik zei, ja, waarom een kleine meisje als ik dat gaat. Dat je krijgt. Ik heb echt jouw woorden, Eva. Ik was echt zeggen, oké, dus ik
best wel eng. Ja. Maar ik dacht, ja, dit is gewoon sowieso voor haar niet fijn. Nee. Dus haar even uit de situatie brengen en dan gewoon in weggaan. Wanneer was het moment dat je dacht van ik ga het toch even fysiek aanpakken? Oh, hij moet gewoon weggaan. Ik kan daar niet van. Ja. Sorry. Zo. Goed gedaan, dankjewel. Afstand, afstand. Dankjewel, sorry. Desondanks, Jentel, vond je het een leuke dag? Ik vond het wel leuk, ja. Volgende week zijn we er weer. Hey, leuke pushy, ben je vandaag Tot volgende week. En tot volgende week en dag. Doei.